Hey en tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe nieuws nieuwsvideo. Voordat ik ga beginnen met het nieuws, uh, nog even een kleine huishoudelijke mededeling. Deze zondag, uiteraard weer goedemorgen GPFans, om 10 uur in de ochtend. Maar we geven deze keer ook twee keer de game F1 23 weg. Nou, wil je kans maken op die game? Tune dan live in en uh, doe actief mee in de chat. Je wilt het uiteraard niet missen, hoeft ook niet. Abonneer je dan even op dit kanaal en dan zien we die zondag om 10 uur op dit YouTube kanaal. Voor nu, laten we beginnen met het nieuws. De Grand Prix van Oostenrijk vangt vandaag natuurlijk aan met de traditionele Mediadag, maar niet alle twintig de coureurs zijn vandaag aanwezig in de paddock. Zet je pres moet noodgedwongen verstek laten gaan tijdens de eerste dag in Spielberg, zo laten verschillende bronnen uit de paddock weten. De reden dat Perez niet aanwezig is, is dat hij zich sinds woensdagavond niet helemaal lekker voelt en onwel werd. De Rebel-coureur heeft het een nachtje aangekeken richting de donderdag, maar voelt zich nog niet altijd fit genoeg om uh, aanwezig te zijn. Zo blijkt in ieder geval uit de berichtgeving vanuit de paddock. Om zich optimaal voor te bereiden voor de rest van het weekend, heeft hij dus besloten om de donderdag nog even wat rust te pakken. En hopelijk vrijdag weer aanwezig te zijn, wanneer er daadwerkelijk gereden gaat worden. En de VIA heeft voorafgaand aan het sprintraceweekend in Oostenrijk de regels omtrent het gebruik van de banden aangepast om een onbedoeld gevolg te voorkomen. De oorspronkelijke regels omtrent de banden voor het sprintweekend lieten namelijk nogal maas in de wet open. Die regels stelden namelijk dat iedere coureur verplicht was om een nieuw setje mediumbanden te gebruiken voor Sprint Qualifying 1 en 2. Nou, sprint Qualifying 3 was een nieuw setje softe verplichting, maar toch waren enkele teams die ervan uitgingen dat ze de derde kwalificatie toch nooit zouden halen. En dus die verplichte set softbanden dus al ieder in het weekend hadden gebruikt. Yuki Tsunoda was een van die coureurs en wist in Baku niet door te stoten naar de laatste kwalificatiesessie, en dus was het plannetje geslaagd. Lando Norris voerde hetzelfde kunstje uit, ging wel door naar de derde kwalificatie, maar de Brit besloot Echter niet te gaan rijden in die sessie, want hij had simpelweg geen nieuw setje rood meer over. Race director Niels Wieting heeft Echter in zijn notes laten weten dat dit dus niet meer mogelijk is. Om het onbedoelde gevolg te voorkomen dat dus in bepaalde situaties in het sprintevenement aantrekkelijk zou zijn om op een droogbaan met intermediates rond te rijden, wordt de volgende wijziging aangebracht in artikel 30.5.h van het Formule 1 sportreglement. In de periode sprint qualifying 3 van de sprint shootout mag maximaal één set droogweerbanden worden gebruikt en dit mag alleen een set van de zachte specificatie zijn. Al dus Niels Wittig. En Nick de Vries heeft ook kennis genomen van de woorden van Helmut Marko die toch wel moest toegeven dat Christian Horner misschien wel gelijk had in zijn bezwaar tegen de komst van uh, de Vries naar Alfa Tauri. De Vries kent geen vlekkeloze start van zijn debuutjaar in de Formule 1 en reageert in De Telegraaf op de uitspraken van de Rebel adviseur. Ja, onlangs werd bekend dat de teambaas van Rebel Racing geen voorstander was van de komst van de Vries naar Alfa Tauri. De Nederlander had zijn plekje bij het zusterteam van Rebel verworven door het optreden tijdens zijn invalbeurt op Monza. Daar wist hij namelijk in de Williams van Alexander Albon punten mee naar huis te nemen. En diverse teams hadden interesse in de voormalige Formule 1 e kampioen Uiteindelijk waren een aantal gesprekken met Marco voldoende om de Oostenrijkers over de streep te trekken. Maar. Ja, dit jaar vallen de prestaties nog wel wat tegen. De Vries legt in de krant uit dat hij erop gebrand is om de leiding van Red Bull te gaan overtuigen. Ik denk dat Dr. Marko het zal appreciëren als ik hem het tegendeel kan bewijzen. Dat is aan mij. Dat hoort ook bij de Formule 1. Het draait om de prestaties en dat is niet van vandaag of gisteren. Zo werkt het in deze wereld en daar ben ik ook op voorbereid. Wat dat betreft is dit dus geen verrassing. Aan mij de taak om het zo goed mogelijk te doen op het circuit ook dit weekend weer. Daar focus ik me op en dat is ook het enige waar ik invloed op heb, al dus de vries tegenover de Telegraaf. En na lange periode van wachten heeft Aston Martin nu eindelijk een nieuwe en gemoderniseerde fabriek en campus in gebruik genomen. Dan Vellows, technisch directeur van het team, is blij met de nieuwe fabriek en hoopt hiermee ook buiten de baan stabiel bovenin mee te kunnen doen met de drie topteams en vooral richting Max Verstappen en Red Bull Racing te groeien. Maar goed, Dan Vellos weet natuurlijk ook dat de Formule 1 niet wacht op Aston Martin en dat de andere negen teams ook niet stil zullen zitten. En daarom wil hij met Aston Martin stappen blijven maken. Natuurlijk willen we de auto in zijn geheel verbeteren. De laatste paar weken hebben we gezien dat onze auto nogal wisselend presteert. We willen dat de prestaties minder afhankelijk zijn van het circuit. We concentreren ons nu op het verbreden van de operating window van de auto. En daar kan iedere kleine update bij helpen. Zo laat u weten bij Formula1.com. En veel Nederlanders vertrekken vandaag en morgen richting Oostenrijk voor de Grand Prix. En mocht jij er daar nou één van zijn, nou vergeet dan niet je poncho mee te nemen. Want ja, op de vrijdag, zaterdag en zondag wordt er namelijk 80% of meer kans op regen verwacht. De temperatuur zal voor het merendeel boven de 20 graden Celsius uit gaan komen. Maar goed, dankzij de wolken en de regen zal het ook niet warmer dan dat gaan voelen. Op vrijdag is er 90% kans op regen. Op zaterdag 88% en zondag 80%. Een regenachtige kwalificatie, sprint, shootout, sprint, race en race is dus zeker mogelijk. Maar, zoals voorgaande raceweekenden ook hebben aangetoond, kan er veel veranderen aan het weerbeeld. Dan nog even het tijdschema, want het gaat er weer even iets anders uitzien dit weekend. Morgen is de eerste vrije training om half twee in de middag en de kwalificatie is dan om vijf uur. Zaterdag 1 juli is de sprint-shootout om twaalf uur en de sprint-race begint dan om half vijf in de middag. En zondag 2 juli is de Grand Prix, de race zoals je het altijd gewend bent, om drie uur in de middag. Ja, deze zondag, dus om tien uur ochtends, de Goedemorgen GP Fans Live Show. Waarin we gaan vooruitblikken op de Grand Prix van deze zondag. Uh, met onder andere Rudy van Buren en Renge van de Zanden. Wil je dat niet missen? Vergeet je dan niet te abonneren op dit kanaal. En dan zien we je morgen weer. Tot dan! Hoi!